we beginnen ons avontuur hier op het dorpslijn. Dat is doek dat normaal op de kiosk staat. Die is nu weg, dus je kunt direct kijken naar het hotel. Van het dorpsplein naar Mailand, want hier is de glijbaan van het spinweb heel erg buiten gebruik. Het zal waarschijnlijk een onderhoud zijn. En één lampje van de lampenketting, die doet het niet, dus daar moet heel even naar gekeken worden. En in de Plopsa-winkel zijn er natuurlijk ook een paar dingen veranderd. Zo is de winteractie voor 4,99 plop, handschoenen, muts en sjaal terug in de winkel. En de muur waar vroeger Paw Patrol dingen aan hingen, die is veranderd en nu hangt daar ander speelgoed. We gaan nu door naar Ride to Happiness. We zijn er nu in het Ride to Happiness gebied en het doek waar je onder loopt als je de winkel buiten loopt, die is ineens weg. Misschien komt hij terug, misschien komt hij pas na de winter terug, we weten het niet. En hier onder de tent wordt er geen normale muziek gespeeld, maar een beetje popmuziek om een beetje die Tomorrowland vibe te hebben. Dat is wel heel tof. We gaan verder naar Ploptuin. De Ploptuin en de speakers bij het operatorhokje van de eendjes, die doen het niet, dus daar moet heel even naar gekeken worden. En de kikkertjes zijn in onderhoud, ze zijn de steiger volledig aan het vernieuwen en aan het voorzien van nieuw hout en die blijft in onderhoud tot 9 oktober. En dan zijn we op het kasteelplein en onderweg naar het kasteelplein zijn de grassen gesnoeid en op het kasteelplein staat de fontein uit, want ja, het winterseizoen is begonnen. Dan zijn we in Heidiland en Heidi rijdt nog steeds met één trein en gaat van 2 oktober tot 6 oktober in onderhoud. En ze zijn al druk bezig met de opbouw van het nachtwachtspookhuis hier boven de pizza. We maken direct een sprong naar het K3 gedeelte, want in het Mega Mini gedeelte was er geen update. En hier in het K3 gedeelte is er ook geen update, dus we gaan direct door naar de kidnetzone. En dan zijn we op het Like Me plein en daar werken een paar lampjes van het LED-scherm niet, dus daar moet heel even naar gekeken worden en we gaan nu verder naar de nachtwacht. We zijn nu op het nachtwachtgebied en hier is er niks veranderd, dus gaan we direct door naar Prinsessen. Nu bij Prinsessia en het koffieautomaat van Prinsessia, die is buiten gebruik, dus daar moet heel even naar gekeken worden. En we zijn hier bij Anubis aangekomen en hier is er geen update. Ja, en we zijn hier in het piratengedeelte. En jullie hebben het waarschijnlijk al gezien of gehoord. De piratengedeelte hier achter mij gaat vernieuwd worden, hier in beeld een paar foto's en het wordt echt super mooi. Er komt ook een waterput als ik het goed heb gezien. En ja, het wordt gewoon super mooi. Maar we gaan verder naar de outletwinkel. En als je het nog niet wist, alles in de outletwinkel is aan -50%, dus dat is echt geweldig. Dus als je in Plopsa bent, zou ik zeggen, kom zeker eens naar de outletwinkel, want hier vind je wel alles wat je nodig hebt en wat je wil aan -50%. Maar we gaan verder met de video. En jawel, in de outletwinkel liggen nu allemaal vlaggen, van parkingvlaggen tot gewoon Plopsa vlaggen, de oude vlaggen met het oude logo en allemaal Studio 100 karakters. Die liggen nu allemaal in de outlet voor 10 euro per stuk, wat echt een geweldige prijs is. En ik heb er mezelf ook één gekocht en deze is van Plops Aqua en in Google bij de ingang. Big & Betsy Hoeve en onderweg na de Big & Betsy Hoeve zijn er twee nieuwe bordjes geplaatst met info. En hier in het stalletje waar ik zit is er één balk vervangen. En er zijn ook een paar extra stoelen en tafels bijgekomen bij het oude horecapunt. We gaan nu verder naar Bos van Plop.
Bij Bos van Plop en hier is er niks veranderd, maar in de winkel van Bos van Plop is er veel veranderd. Zo is de frigo van de ijsjes vroeger in zaten vervangen. Er is iets bijgekomen van Stitch en Maya en K3 hebben nu ook hun producten in de Plopwinkel. Dan gaan we nu verder naar Pumba Circus. We zitten nu in Pumba Circus en in Pumba Circus is de dagplanning die er normaal hangt op het bordje voor het theater, is nu vervangen door een QR-code. Wat natuurlijk heel handig is, want nu kan de planning last minute nog gewijzigd worden via de QR-code en moet je niet een nieuw papiertje steken. We gaan nu verder naar het kermisplein. En hier is er geen update, alleen zeg ik even dat de balloonrace hier achter mij van 2 tot 20 oktober in onderhoud is. En we zijn nu in ons laatste gedeelte, Wikiland, en in de Wikiwinkel. Daar is het item met de haak en het zwaard, dat vroeger buiten in de mand lag, nu verplaatst naar binnen, die hangt nu op de muur. En dit was de update video, jullie zagen het waarschijnlijk, dit was een beetje een andere stijl als normaal. Dit komt omdat ik de Niels Kooijman stijl heb gevolgd. En Niels Kooijman, als je niet weet wie hij is, hij maakt dus Efteling update video's. En dat is een beetje mijn idool, want zijn video's zijn supergoed. Hij heeft heel veel updates om te vertellen, elke week. En het is gewoon een hele goede YouTuber. Dus abonneer ook zeker op hem. Maar dit was de speciale Niels Kooijman video. Doei!